Hey, ik ben Roy, ik ben 22 jaar. Dit is Ralf, 23. Dit is Yannick, 21. Nou, we zijn hier op de voorbereiding voor de koud weertraining in Noorwegen. En daar ga ik mijn videodagboek bijhouden. En ik heb er zin in. Dus we zijn hier lekker aan het skiën en een beetje vallen en opstaan en oefenen. Ik heb nog nooit geskiet, dus dat is ook. Dus dat wordt allemaal nog een hoop. We gaan het zien eigenlijk wat het gaat worden ook. Hier is een foto. Die heeft van diepe bevriezing gehad. Heel die kakken zijn van tevoren geweest. Een beetje onduidelijke foto misschien, maar je ziet nog eigenlijk tot over het middenvoet een beetje over de helft van die voet. Zie die afscheiding. Ja. Zo, vandaag een stuk theorie gehad. Over de hele wintertraining eigenlijk. Vooral een stuk over koude handen, koude voeten. Dat het belangrijk is dat je daar goed op let. Want anders kan je frostbite krijgen. Daar heb ik een paar beelden van gezien. Maar dat moet je niet willen. Dus dat heel je vingers eigenlijk afsterven en zwart worden. Nare bedoelingen. Dus weten we weer alles hoe we dat kunnen gaan voorkomen. Jongens, als je niet met een sleuteltje bezig bent, dan geef je hem even aan je buddy die hem wel kan gebruiken. Hè? Voor de mensen die vaker geskiet hebben en die denken dat ze heel goed kunnen skiën, het is gewoon anders. Yannick! Yannick! Vond je het leuk vandaag? Ja, mee. Onze half dagje. Lekker skiën. Jij? Ja, ook al. We hebben al mijn bek gehad. Mij ook. Jij ook? Ik niet. Ik meer. Oh, ja. Maar ik ga mijn boot raken. Ja. Kijk, zet eens op het schietpunt, wapens laden. Het eerste schaar, dan moet je dus. Hoe ging het, jongetje? Het lukt, jongen. Ja. Heb je alles geraakt? Ja, geprobeerd. Goed zo. Neus. Nelemon gaat zijn wapen hier steren. Moeders. Oh, feestje, jongen. Zin in Kambi? Ik wel. Kijk hoe iedereen allemaal eruit gaat. En ik zelf ook. Nelemon gaat even een stukje evenwicht oefening doen. Kom er nog uit. Nee, joh, ik heb koude lippen. Lukt me niet meer. Je moet je heuvel op, hè. Hoe is rennen, joh? Pussy! Nee, dat was pussy. Nee, joh! Hey! Ski, jongen! Erg goed vandaag. Nou, hier komt Neleman. Een wereldwonder. Netjes, jongen, netjes. Beekie, ga je vallen? Goed, Beekie! Ja. We hebben gisteren geskiet, weer. Het ging eigenlijk goed. Ik heb me best wel goed vermaakt eigenlijk. Ik begon het wel een beetje leuk te vinden. En vandaag hebben we de hele dag theorie. Dus eigenlijk weer lekker saai, maar hoort erbij. Morgen gaan we een stukje marsen. 15 kilometer om er weer een beetje in te komen. Dus even kijken wat dat wordt. Maak de burger gereed en hang op. Stel hem op. Naast het mooie muziekenboek. Hoi jongetje. Moet terug. Gaan we nog goed? Ja. Kom mij aan nu, gek. Kom. Gaat goed, Provence? Ja, prima, jongen. Ja? Ja, joh. Huis, we staan nu op dit weg hier. Het rode, dat is het huis. Nee, we lopen deze, die de bocht, twee, die eerste. Hier zijn we nu. We gaan nu zo. Morgen vliegen we naar Noorwegen. Ik moet om 7 uur klaarstaan op de kazerne. Dus ik ga zo meteen alvast naar de kazerne en dan slaap ik daar.
En ja, ik heb er wel zin in. Alleen ja, het is toch wel een beetje gezonde spanning op zich. Het is toch 7 weken weg. Maar ja, ik denk dat het wel goed gaat komen allemaal. Hey, je bent gearriveerd, jongen. Ja, ik heb fucking hard vast voor een stoplicht, jongen. We gaan het stoppen. Te laat, jongen. Huh? Te laat. Gaat het laat. Zin in, Beek? Ik heb er nog niet veel zin in. Niet? Nee. Dat is een brakke haap, gek. Lies. Ik word zo. Nee, je bent er weg. Kom aan. Jij ook even op zijn knopje, nee? Ja, tuurlijk, jongen. Goed, hè? Kijk. Heb je piepenstof nog uit je kop, of niet? Uiteraard. Je mag niet op de camera. Nee. Zoek je wat? Wicked. Vind je het eng, Yannick? Vind je het eng? Ja, ik kan niet tegen. Nee? Sportcomplex is. Lekker of niet? Snavel, jongen. Daar gaan we dan. Landen in Noorwegen. En uiteraard sneeuwt het. Dolletjes. Het sneeuwt hard, joh. Het sneeuwt heel hard. Nee, er rijdt de bus al. Ja. Zeker. Wow, dat zie je kunnen remmen of zo. Dat zie je kunnen landen, Mac. Brace yourself! Brace yourself! Netjes. Haha, ja, nog even zijn. Ah, valt best wel mee met de kou. Nee, man. Ja, belangrijk, jongen. Nederland staat uitgeknijpt. Ik weet niet of het niet een film is. Mindshot. Heren, loop nog even naar voren door. Staan er meer skipals. Help je binnen 7. One size fits nobody. Dus dat maakt niet uit. De reis was niet zo leuk. Lang geduurd. We moesten lang met de bus en... aan de vliegveld en drama. Maar nou, we kwamen gisteren laat aan. Dus weinig geslapen vannacht. Maar ja, hoort erbij. Dus, welkom bij de baas, zeggen ze wel eens. Dus. Ja. En het is de eerste ochtend. We hebben net onze skis opgehaald en nog wat extra uitrusting gekregen. Dus net alles gefit en gedaan. Dus we kunnen straks een paar lesjes volgen en dan gaan we er weer tegenaan vandaag.